Indische buurt is heel divers. Dat is ook wel heel mooi, maar iedereen zit in zijn eigen bubbel. Als we het nu gaan vergelijken met deze tijd, is het toch heel anders. Mensen hebben heel weinig communicatie, één op één, face-to-face. En de Indische buurt is misschien ook wel een dorp, nu ik hier nu 2 jaar een beetje rondloop en me actief probeer te mengen in de buurt. Gentrification begint eigenlijk bij Studio K. In 2006 is dit gebouw helemaal opgeknapt, dus ze hadden hoog ingezet om hier een nieuwe invulling aan te geven. En Studio K is ook een bioscoop, dus we hadden opeens een bioscoop in de Indische buurt.